Zo, beste kijkers. Ik mag deze keer zeggen een hele goede morgen. Ook al kijk ik 's avonds. Want het is namelijk vandaag bevrijdingsdag 5 mei, zaterdag 5 mei en het is morgen 7 uur. Nou, dan ben je al vroeg in beweging, zul je zeggen. Dat klopt. De meeste beweging die mensen nu maken, 's morgens op zaterdag om 7 uur, daar is er eentje in bed, nog even omdraaien en nog een paar uurtjes verder slapen. Maar ik ben in beweging. En ja, dan zult je denken van waarom is dat? Nou, ik ben maar een klein beetje in beweging. Want er zijn mensen, een groepje van een man of 20, die zijn al de hele nacht in beweging. Er zijn de mensen die zelfs haar in beweging de estafette lopen maken met het bevrijdingsvuur. Ze zijn vannacht, even om 12 uur, 12:15, half 1, zijn ze begonnen in Wageningen. En ze hebben een loop van 70 kilometer naar Haren toe. Vanmorgen, over een uurtje ongeveer, dan is de bedoeling dat de club aankomt. Nou, we staan ze hier in Vught, bij de Loonse baan, staan we ze op te wachten. Want zometeen hebben we hier een wisseling van de wacht. En we gaan kijken. Kom maar mee. Ondertussen staan hier twee busjes. Want twee busjes van de brandweer, die begeleiden namelijk de hardlopers van Haren in beweging. Klopt. Hoi, ik ben Victor. Goedemorgen, Jon. Wat Jon, hoe is het gegaan tot nu toe? Ja, uitstekend. Prima. Prachtig weer. Niet te veel wind. Hoe was het in Wageningen? Ja, dat was indrukwekkend. Ja. Ja. Mooi om te zien. Vuur ontstoken weer. Al die hoekenlopers begonnen te lopen. Ja. Ja. Hoeveel mensen waren er bij elkaar, bij idee, schatting? Ik zou het dat ik niet durven zeggen. Rijtje langs de straat. Het was niet overdreven druk. Dat niet. Nee. Klein om de hoek waar de lopen stonden, dat hebben we niet gezien. Nee. Dat waren wel 2600. Dat is allemaal hard gelopen. Hoe is het allemaal gegaan? Ja, prima, mooi weer gehad. En ja. Maar breekt het niet op? Sport, presteren en de hele nacht door? Ja, de nacht door. We hebben nou een gemiddeltje van we hebben nu 35, 40 kilometer, denk ik, de man hier de lopen. En de dames hebben denk ik 15 kilometer, denk ik, zoiets, hè? Ja. Zoiets. Dus lekker afwisselen en lekker op. Ja. Niks mis mee. Nee, mooi. En mooi weer. Hoe is het jullie afgegaan? Heel erg goed. Ja? Ja. Niet een beetje doorgezeten na zo'n lange nacht? Doorgezeten, ze hebben gelopen. Ze hebben gelopen. Wij gingen niet mee om te zitten. Nee, oké, jullie gingen mee om te lopen. Maar het is niet zo van dat sportief zijn. Ik ben wel meegegaan om te zitten. Ik ben eventueel alleen maar gezeten. Ik heb alleen maar gezeten. Ja, ja. Maar dat is u goed bevallen of ben in slaap gevallen onderweg? Ik heb wel zien dat goed bevallen is, denk ik niet. Ja, ja, dat wel. Maar ik ben niet in slaap gevallen. Niet, hoe hebben jullie je nou voorbereid? Want ik bedoel, zo een nacht lopen, dan, ja, normaal ga je slapen. En de enige beweging die je doet is een keer omdraaien en hou het op. Ja, dat klopt. Maar ik vond het geweldig dat we dit gedaan hebben. Dit. Ja. Ja. Maar heb je dan gisteren overdag geslapen of zo? Of is het gewoon van huppatee, we gaan er gewoon voor en ik zie wel hoe ik me morgen voel. Ja, maar weet je, als je een keer iets bijzonders doet, dan krijg je innerlijke kracht, noemen ze dat. Ja. Dat hebben wij nou gekregen, dus we hebben niet hoeven slapen. Ja, dat is gewoon zo. Ja, jullie hebben zelf waarschijnlijk ook wel eens meegemaakt. Dat klopt, jullie hebben een vuurtje gedragen en een vuurtje van binnen meegenomen. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ja, inderdaad. Nou, het is hartstikke mooi. We kunnen wel zien aan de bus. En dat is toch een meneer, die zit wel een beetje stil. Maar is het stil van de lange nacht? Of, nee hoor. Even stil. Ik heb wel een paar gehad toch? Hij had een paar lange nachten meer gehad. Nee, een paar kilometer achter. Ja, ja. Dus met hardlopen word je weer goed wakker. Ja, dat is geen tijd om te slapen. Hè? Nee. Dan donderde van de dijk af. Hè? Ja. Die twee die hebben de meeste kilometers gelopen. Hij en Henk en die Jeannette erbij. En nog eentje trouwens. Ja, ja. Twee met drie meer. Die hebben nog meer gelopen. Ja, drie dan. Maar ik moet er nou nog 10. Ja. Het laatste stuk, dat geldt voor u. Ja, voor iedereen die wil. Iedereen, oké. Okay. Nou lopen we nog met een groep van een man of 5 dadelijk, denk ik. Nou, misschien wel meer, hè, want die de lessen toch nog iedereen. En dan vanaf het Groene Woud, ja. Dan gaan we allemaal aan blok. Oké. Okay. Met de fakkel. Oh, en hoe is het in dit busje? Goed hoor. De nacht goed doorgekomen? Ja. Ja. Geen enkel moment van slaap of iets dergelijks. Nee. Nee hoor. Nu hebben we het echt heel goed gemaakt. Nou, dat zei de andere inderdaad ook al, dus ja, het valt ontzettend mee. Ja, nee, absoluut. En hoe vonden jullie het in Wageningen? Het was jammer dat je in Wageningen de toespraken niet kon verstaan. Aha.
Dus je stond wel in een hele hoop drukte en je ziet wel zijdelings dat er iets gebeurt, maar je ziet niet goed en je hoort niet goed wat er nou precies gezegd wordt. En dat is wel jammer. Ja, ja, je stond daar eigenlijk een beetje te wachten van... Daar staat iedereen te wachten en dan is het dan ook nog wel een beetje koud, maar we hadden het geluk dat we dit jaar de vroeg konden vertrekken. Dat was vorig jaar anders. Ja, toen heb ik gehoord, toen moest je toch half twee wachten, hè? Ja, zoiets. Ja. Nou, dat is op zich in elk geval een voordeel. Ja. Nou, en dadelijk de laatste loodjes. Ja, het laatste stukje gaan we met z'n allen lopen. Hartstikke leuk. Oké, nou, veel plezier en veel succes. Einde van een leuke dag. Ja, al van een leuke nacht leuke is het dan. Nacht. Ja, oké. Ja, prima. Ja. Succes. Oké, dankjewel. Terwijl wij rustig aan het praten waren in de bus, waren de anderen van de club nog aan het hardlopen. Zij moesten nog vanaf Den Bosch naar Vught komen. En ondertussen zagen we ze in de verte aankomen. Slag lang over! Goedemorgen, Gijs. Mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zet erop maar, meneer, daar. Ja, dat Bossenbroek hartstikke groen was. Nou, die hebben er ook met zwart gezien. We hebben er ook gezegd wat niet ervan. Neem je moment. Hoort. Succes, heren. Dank je. We staan hier bij het Groene Woud en bij de N65 en we maken ons op voor de laatste stop en zo meteen gaan we door naar Haren toe. Ze zijn er weer. Yeah. Oh. Hier bij het Groene Woud gaat iedereen in zijn mooiste Haren in beweging shirtje verder. Nog even wat de groepsfoto gemaakt en nog steeds volop energie in de club te zitten. Jij hebt bloemen voor iemand meegenomen, voor je? Van mijn papa. Oh, en hoe heet hij? Lieve. Eduard. Eduard. En die heeft de hele nacht meegelopen. Nou, daar heeft u wel een bloemetje verdiend, denk ik, hè?
Ja. Dat denk ik ook. Tot slot was er voor de deelnemers een gezellig en goed verzorgd ontbijt klaargezet. En er werd met veel plezier en gezelligheid gebruik van gemaakt. Volgens mij is dit voor herhaling vatbaar. Dus op naar de volgende bevrijdingsdag. Dat kan bereden. Dat is bereden. Oh, jullie gaan bereden.